Heel eerlijk gezegd, we zijn bij FC Twente verbijsterd, teleurgesteld en vol ongeloof. De kern van dit besluit luidt als volgt. De licentie van FC Twente is alsnog onvoorwaardelijk ingetrokken op basis van het niet integer handelen van het oude FC Twente. En FC Twente krijgt een nieuwe licentie. Dit op basis van het nieuwe FC Twente, zoals het sinds een paar maanden functioneert. Die nieuwe licentie plaatst FC Twente echter terug naar de Jupiler League. Dat voelt, zoals we alles zullen begrijpen, als een mokerslag. Ik wil nogmaals benadrukken dat alle betrokkenen bij het nieuwe FC Twente er oprecht van overtuigd waren en nog steeds zijn dat wij aan alle voorwaarden hebben voldaan die destijds waren gesteld door de licentiecommissie. En dat wij het komend seizoen in de Eredivisie zouden uitkomen. Met dit voorgenomen besluit, in deze nieuwe variant, hebben wij nooit rekening kunnen houden. Op dit moment zijn de gevolgen voor onze club ook daarom nog niet te overzien. Daarom kan ik daar op dit moment nog niet nader op ingaan. Wij zullen nu eerst de schriftelijke motivering goed moeten bestuderen. Daarna bepalen we onze vervolgstappen. Daarin houden we op dit moment alle opties nog open. Eén ding is duidelijk. Die stappen moeten op zeer, zeer korte termijn worden genomen. We praten hier niet over weken, we praten hier over dagen. De precieze financiële gevolgen moeten wel zo snel mogelijk in kaart gebracht worden. De consequenties op dit vlak kunnen groot zijn. Desondanks, en dat wil ik namens iedereen bij FC Twente hier heel nadrukkelijk gezegd hebben, ondanks alle emoties die we nu allemaal voelen, moeten we nu het hoofd koel houden. We moeten de vervolgstappen op een professionele en goed doordachte wijze zetten. Daarom roepen wij iedereen die FC Twente een warm hart toedraagt, op om in die lijn met ons te werken. Dat is in het belang van het voortbestaan van deze club. Ik begrijp dat er ontzettend veel vragen zijn, ook bij u. Maar ik vraag uw begrip dat ik daar in dit stadium geen antwoord op kan en wil geven. We hebben het besluit nog maar net in ons bezit. Nogmaals, dit is een scenario waar wij nooit rekening mee hebben gehouden. Wij zullen u op de kortst mogelijke termijn informeren over onze vervolgstappen. Laat één ding heel duidelijk zijn. Wij geven niet op, wij blijven strijdvaardig. Ik dank u voor uw komst. Oké, dank u wel.